Hoi, Ed hier. Vandaag zijn we met heel veel Duiro-fans het nieuwe buitengedeelte van het Tikipad aan het testen. Tijdens het Duiro... Yeah! Wie had dat kunnen denken de afgelopen weken? Toen dachten we, komt het goed? Ja, het komt goed, want het is vandaag een hartstikke mooie dag. Ik hoef me misschien haast niet meer voor te stellen, maar ik ben Ed. En jullie zijn onze Duiro-fans, jullie vloggers. En we gaan vandaag het nieuwe buitengedeelte van het Tikipad testen. Het is dus mooi weer en we willen jullie niet te lang ophouden. En we hebben een heel kort programma met wat leuke, echte Duiro-dingen. En eigenlijk waar ik mee wil starten is het begin. Want zoals misschien niet iedereen weet, Duiro is een familiebedrijf. Volgend jaar 85 jaar. Daar zijn we heel erg trots op. En we staan nu echt voor het mooie Tikipad. En er is zoveel gebeurd met het Tikipad. Er zijn zoveel nieuwe glijbanen bijgekomen. En elke keer komt er wel weer wat bij. Met als klap op de vuurpijl het mooie nieuwe buitengedeelte. En daar zijn we heel erg trots op. Graag een applaus voor de pretparkbaas Philip van Zuylen van Nijenveld. Philip. Ik zei net al even, een familiebedrijf, jij vindt het altijd erg belangrijk, je vindt het zo leuk, kers op de taart, dat je graag ziet hoe iedereen daarop beleeft. En toen dachten we, we gaan onze Duiro fans uitnodigen om daarop te testen. Hoe vind je nou dat iedereen hier nu is? Dan bepaalt hij hoe lang ik praat, ik pak hem even bij zijn hand. Nee, dat is het allerleukste, je bent al een hele winter bezig. Aan het bouwen, dan ga je toch iedere dag even kijken, dan zie je het groeien en dan verheug ik me al, dan jeetje, wat zou het mooi zijn als het straks mooi weer is. Iedereen is hier aan het genieten, dat is echt een mooi moment, dus daar verheug ik me altijd op en ja, nu weer, dus super. Nou, we kennen Philip inmiddels een beetje en jullie willen dadelijk lekker gaan spetteren, dus we dachten, de man die praat soms best wel lang, dus we korten hier een beetje in, maar we hebben wel iets leuks. Want we hebben hier op het scherm, als jullie even meekijken, hebben we namelijk drie dingen. Een kers, een foto en we hebben een vraagteken. Nou, we hebben dus drie elementen. We gaan ze alle drie langs, maar jij mag kiezen waar we mee starten. Dus Philip, starten we met de kers? Ja, wat dat voor vraag zou zijn, ik weet het ook niet, maar goed. De Philip met de steen en of de vraagteken. Philip, jij mag kiezen. Dan begin ik met de kers. De kers, ja. Nou, de kers is de volgende vraag. Jij zei net in het filmpje, de kers op de taart is, als het af is, dat ik kan zien hoe iedereen geniet. Is dat tot nu toe gelukt? Ik ben twee weken geleden, ben ik op een stoeltje gaan zitten een middag en dan... Kijk je en dan geniet je en dan zie je blije kindertjes, blije gezichten. Ja, dat is echt zeker gelukt. Nou, dat is hartstikke mooi, wat goed om te horen. Dan gaan we door naar de volgende. Dan hebben we het vraagteken blijft nog open. En jouw fantastische foto. Ja, dat is een mooi verhaal. Ik kies nu de steen dus. Ja, kies de steen. Ja, nou, de steen. Nou, dat is dus even een verhaal. Want daar zit een verhaal achter. Hoe zit het ook alweer... met die steen. Ik heb toen ik 7 was, heb ik het eerste buitenbad geopend met Pipo de Clown en Mama Lou. En die zullen jullie denk ik niet kennen, maar dat was toen een hele bekende clown die iedere avond op tv was. En ik weet dat nog helemaal precies. En dat is ook wel leuk, en dat past natuurlijk bij onze business. Leuke dingen zijn hele lange mooie herinneringen. En daar was dit een heel goed voorbeeld van. De steen, mag ik doorpraten? De steen die zat dus in een gebouwtje wat afgebroken is. Dat hebben heeft de aannemer eruit gezaagd. Dat wist ik niet. En die is nu dus weer terug. We gaan maar snel naar de laatste, want er is er nog één over. En dat is spannend. Dat is het vraagteken. Want we zijn met heel veel Duiro-fans en die willen altijd, krijg ik de vraag ook op social, op Twitter. Van wat gaat er nog meer gebeuren op Duiro? Er gebeurt al zoveel. Maar wat komt er nog meer aan? Na Triton, na Playa, na het nieuwe buitengedeelte, dan weer dit. Wat? Vertel het ons. Nou, ik heb het eigenlijk al... Ik ben altijd enthousiast en dan vertel ik dingen die ik niet helemaal mag vertellen. En ik vroeg aan onze
commerciële man. Ik zei, mag ik dat vertellen? En toen zei hij, nou, aangezien al deze mensen toch niet op social media zitten, niet vloggen, alles geheim houden, kan je dat rustig vertellen. Dus dat ga ik doen. Namelijk, het leuke is, ik kreeg vanochtend een mailtje binnen. Wij gaan namelijk bij die toren daarachter, gaan we een hele, dat heet een oval slide, dus dat is een enorme brede glijbaan waar je met z'n allen achter elkaar naar beneden kan. Maar die moet dus tussen deze spaghetti om die bomen heen en dan moet die ook nog daar ergens uitkomen. Dus het was een beetje de vraag, kan dat wel of kan dat niet? En vanochtend hebben we de tekeningen gekregen, dat kan. Dus die gaan we absoluut bouwen. Dus dat is echt, dat gaan we doen. Dus dat is vers van de pers. Ja, dat vind ik heel leuk. Heel erg leuk. Ja. Nou, dat is toch eens even op de World Emoji Day vandaag. Echt wink, 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 wink. Philip, onwijs bedankt. En jullie heel veel dank voor jullie komst en jullie enorme enthousiasme. Dank jullie wel. En Ed, jij ook bedankt. Top, dank je wel. Oké, dan is het bijna zover, want we willen jullie niet te lang ophouden, want dan kunnen jullie weer lekker verder gaan met Testa.